Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Het is 5-5. Je kan moeilijk zeggen dat je niet hebt genoten in deze wedstrijd. Hey, hallo. En mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV. Vandaag vanuit Emmeloord, oftewel Noordoostpolder. En dat is niet zomaar. We gaan namelijk bijpraten met een voormalig trainer van hoofdklasse Flevo Boys, maar vooral een oud-speler van zowel FC Utrecht als SC Heerenveen. Het duel van aankomende zaterdag. Maar we hebben heel veel meer dan dat. Zo zijn we aanwezig bij Jong FC Utrecht. Die namen het maandag namelijk op tegen De Graafschap. We gaan uiteraard voorbeschouwen op het duel van aankomende zaterdag tegen zogezegd Sportclub Heerenveen. Maar we beginnen met een terugblik op die knotsgekke wedstrijd van afgelopen zaterdag. We moeten er nog van bij komen. Utrecht op bezoek bij AZ. Wat een spektakel. Alkmaar-Zaanstreek combinatie anno 1967. In de wedstrijd dus tegen FC Utrecht. Dit zijn de meegereisden uit Utrecht. Maar een klein stukje. Kluiber weer terug rechts achterin. Dat gaat ten koste van Ter Avest en Toornstra. Die vandaag zijn 400ste Eredivisie wedstrijd speelt. Doefikas. 18 kun je er wel bij hebben. Want Doefikas is de clubtopscorer met 7 goals. Wie is mee? Toornstra is mee. Toornstra vandaag gezocht. Doefikas. Komt hij eraan? Doefikas. 1-0 voor FC Utrecht. Boels besluit zelf te schieten en de rebound is voor Boussaïd. En dan nu uit de draai de 2-0. Carlson terugleggen, dit is de kans. Zeker als daar een Utrecht eruit glijdt en Dekker krijgt hem binnen. Het staat 2-1. Toornstra met het balverlies. En dan is dit Pavlidis en dan is het Kasi, zou je zeggen. En oh, nu valt hij wel binnen. Moments where we maybe made it a little bit too easy for them. And on the other hand, I'm guessing they're thinking the exact same. Nu voor en dan is dit een geweldige goal. Ja, uiteindelijk valt hij namelijk binnen en het is viergever. I think for the fans today who watch this game is a treat. And I think it was special. And like I said before, I think it's possible this could be the game of the year. In het midden van de streek en daar komt ook Doefikas. En ook weer zo'n aanval die over die rechterkant gaat. Booth. Lekkere bal. De Wit. En dan staat het weer gelijk. En dan is dit Pavlidis. 5-4. It's a difficult feeling because I'm happy for my goals and my performance. But if you ask me for the game that I scored a hat-trick and two assists, I will tell you that we win for sure. Voor de 5-5. Ja. Proud, but also I felt like this was also a game you could have won. Je kan moeilijk zeggen dat je niet hebt genoten in deze wedstrijd. Ja, AZ en FC Utrecht. En wat maakte de beide clubs er een onvergetelijke avond van? En van die wedstrijd van afgelopen zaterdag, 5-5, gaan we naar de wedstrijd van de aankomende zaterdag. Utrecht dat bezoek krijgt van de Sportclub Heerenveen. En als we aan die beide clubs denken, dan komen we bijvoorbeeld uit bij Dave Bulthuis, maar ook zeker Chris Koem. Gaan we iets verder terug in de tijd, jaren 90, ook zeker bij Pieter Bel. Nou, in de jaren 90 was net het jaar dat Heerenveen voor de eerste keer promoveerde, maar dat was eerste divisie. En ondertussen had de toenmalige directeur Hans Hooft van Utrecht, die hadden mij wel op het oog. Heb ik stiekem met Hans Hooft hier op de viaduct bij Band een voorcontract getekend, zodat ik niet meer verrast kon worden door tegenaanbiedingen of wat dan ook. Werd je eigenlijk in die tijd ook echt gezien als de boer? Nou ja, dat beeld voldeed ik natuurlijk ook niet helemaal. Want ja, ze willen liefst natuurlijk iemand die plat praat of wat dan ook horen. Ja, nou, dat zat er niet in. Wat praat je hoor? Dat zeiden ze. Het begon heel slecht eigenlijk onder Hans Hooft. Dus uiteindelijk werd vrij vlot ontslagen en toen kwam Ab Favier. En toen hebben we ook eigenlijk gelijk op een of andere manier wisten we weer met de kerst stonden we alweer vierde geloof ik. Toen haalden we Europees voetbal en dan krijg je Sturm Graz als tegenstander en uiteindelijk Real Madrid. Dat is natuurlijk als je toen, wat nu dan, ik weet niet eens hoe je het nou zou noemen. Maar dat zijn natuurlijk mooie lotingen. Ja, dan speel je in één keer tegen Hadji. Ja, Prozinecki en Jero, latere bondscoach. Daar heb ik het shirt nog van. Dus, nou ja, dat zijn de leukere dingen. Bijl, verlengen, schoot, terugboer. Smolarek, schoot! 18 minuten gespeeld. Vlotsimir Smolarek. De ervaren Rots heeft nieuw goal gemaakt op zijn kop. Als je nu zegt dat je thuis oké met 1-3 verliest en uit maar 1-0, dan is dat natuurlijk niet slecht. Kijk, Real Madrid is altijd wereldtop geweest in die tijd ook. Dus. En speelde 2-2 tegen NAC.
De Utrechtse goals kwamen op naam van Pieter Bijl en Edwin de Cruijff. Jan Willem ben ik nog tegengekomen als keeperstrainer. En Ab Plugboer die is natuurlijk scout voor Utrecht. Dus daar heb je heel sporadisch wel contact mee. Als wij Dino zouden vragen, hoe was Pieter als voetballer? Wat zouden ze dan denk je zeggen over jou? Dan beginnen ze wel te lachen, denk ik. Waarom? Ja, vooral jou. Ik denk dat ze vooral weten dat je hard werken gewoon flink. Gewoon wel voor je elftal spelen. Dat weten ze in ieder geval. Eind jaren 90 rol jij eigenlijk zo het trainersvak in. Hoe ben je er zo mee in aanraking gekomen? Nou, had ook meer met vriendschap met Gert-Jan van Beek te maken. Die was duidelijk van plan trainer te worden. En die zei op een gegeven moment, je moet je papieren gaan halen, want dat is wel wat. Nou ja, toen ben ik ook nog een paar jaar assistent geweest. En uiteindelijk met het beroep, we werken in de landbouw, met de trainersvak samen. Achteraf kwam ik erachter dat was niet de combinatie voor mij in ieder geval. Assistent in het betaalde voetbal, maar ook inderdaad hoofdtrainer bij bijvoorbeeld Harkema, hier bij Flevo Boys. Nou ja, ik ben niet een geboren trainer. Je hebt mensen die zijn er uitermate geschikt voor. Dat betekent dat ik wel een training kan geven. Maar ik heb niet het vermogen om als een onderwijzer alles zo mooi uit te leggen. Dus dit is de domtoren, maar dan nog even een derde erbij op. Ja, want hoe hoog is dit, Pieter? De ashoogste is 135 meter. En dan de wieken zijn al 60 meter. Dus je zit totaal op een tiphoogte van 193 meter. Ja. En waarom wist je zo goed hoe hoog de dom is? Omdat ik dat even opgezocht had. En ik wist dat de dom de hoogste toren van Nederland was. Vroeger wou ik voetballer worden en boer. Dus ja, dan kom je daar al gauw terecht. Ik ben officieel niet eens boer meer, maar ik woon wel op een boerderij. En voor de rest ben ik werkzaam in de landbouw. Nou, wat opslag van wortels, aardappels, lelieteelt, bloembollenteelt dus. Maar meestal dat je ook voor anderen aan het werk bent. Was er eigenlijk één iemand die jouw maatje is geweest in die 4 jaar tijd? Nou, niet speciaal, maar voor de humor was Herman van Rips wel de man waar ik het meest mee gelachen heb, denk ik. Ik zie je net even een vingertje opsteken, dat is ook het mooie aan de polder. Iedereen kent elkaar. Ja, dat klopt. Ja, het is ook niet zoveel moeite hè, om iemand te groeten. Nou ja, de ruimte. Dat heb ik altijd al gevonden en dat is hetzelfde als je bij Utrecht, naar Utrecht was een uurtje rijden. Maar naar Groningen ook en Amsterdam ook. En wat dat betreft de ruimte en de makkelijke bereikbaarheid. Dat vind ik het prettigste aan Flevoland. Kom je nog wel eens in Utrecht? Af en toe. De stad, de club, waar kom je? Ja, de club. Ik probeer elk jaar nog wel bij Heerenveen te kijken en ook bij Utrecht. Hoe verhouden Utrecht en Heerenveen zich tot elkaar, denk jij? Ja, nou ja, de stijgende lijn bij Utrecht zit er een beetje in. En bij Heerenveen zitten ze op het moment eventjes in de twijfel, denk ik. Ook de beste speler verkocht, of tenminste een van hun betere spelers. Dus ik denk dat zaterdag zal het voor Heerenveen moeilijk worden om bij Utrecht een goed resultaat te halen. Ja, maar als Pieter een totootje zet, wat zou hij dan invullen? Ja, ik moet beide clubs tevreden houden. Dan moet je 2-2 zeggen, maar dat kan niet. Een drietje wil hij geven. Ja, dus je weet het nooit. Het is tijd voor het hoogste jeugdteam van FC Utrecht, oftewel Jong FC Utrecht. De mannen van de Rai Kalisiet staan laatste in de keukenkampioen-divisie, maar wisten onlangs, dikke week geleden, wel knap gelijk te spelen op bezoek bij ADO Den Haag. Afgelopen maandag kregen de belofte bezoek van de Graafschap. Een van de uitblinkers in het duel tegen de Graafschap is Derencili Sanchez Fernandez. De rap aanvaller zat afgelopen weekend op een roze wolk. Want hij maakte in de eredivisiewedstrijd tegen AZ zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. Ja, ik was al maanden aan het meetrainen. En het is mooi dat het is gebeurd. Maar had je op een gegeven moment dan ook steeds meer het gevoel van hij gaat nu wel een keer echt komen? Ja, tuurlijk. Maar dat heb ik elke wedstrijd gehad. Dat ik op de bank zat en probeer gewoon mijn best te doen op de trainingen. En de beste te proberen te zijn op de trainingen en dan... Wat ik hiervoor mooi beloond. Dat Fernandez in beeld kwam bij de coaching van het eerste elftal was niet verrassend. Want de 21-jarige buitenspeler maakte dit seizoen in de keukenkampioendivisie al 6 doelpunten. Hij moest meer hebben van hoe groot was zijn honger om die technische skill te gaan verzilveren. En die honger was het niet. Lange periode waardoor ik en samen met Jordi Zuidam op hem hebben gewezen dat hij moet laten zien hoe graag hij wil. Het moest wel tellen hoe groot is je honger, vriend. En hij heeft laten zien
dit seizoen hoe groot zijn honger is. Op een gegeven moment zag ik hem aan die kant in de tweede helft voor bij de cornervlag. Maar op het moment dat dan een omschakelsituatie komt, zag ik hem 5 seconden later bijna aan de andere kant mee verdedigen. Dat zegt ook wel wat. Dat is zijn kwaliteit. Hij moet eerlijk zeggen dat ik niet vaak zulke technische vaardigheden heb gezien in mijn carrière bij een speler. Hij houdt bal op volle snelheid altijd goed bij zich. Ik hoop dat hij vanaf nu ook dat op hoger niveau kan laten zien. En daar gaat het nu om. Sanchez Fernandes. In zijn 4e optreden achter elkaar is die bepalend. Je moet meerdere dingen in je spel hebben, anders wordt het eentonig. Je moet gewoon meer gefocust zijn. Je moet 2 stappen vooruit denken. Hier kan je nog een beetje aannemen, nog rondkijken. Maar daar moet je al je beslissing hebben gemaakt. Ja, dat zijn die kleine details. Ben jij eigenlijk een beetje een klassieke buitenspeler? Iemand die ook als je de bal krijgt dat je je tegenstander op kan zoeken? Want je kan wel een man passeren. Ja, daar train ik ook op. En ik probeer dat... Ik probeer een identiteit voor mezelf te maken. Dus bijvoorbeeld zoals Arjen Robben naar binnen heeft, probeer ik naar binnen en buiten te hebben. En dat soort dingen probeer ik steeds beter in te worden. De transferwindow was de afgelopen maand natuurlijk geopend. Het is de periode waarin FC Utrecht spelers ziet vertrekken. Bijvoorbeeld op huurbasis of definitief. Maar ook spelers kan aantrekken. En dat was afgelopen week op de laatste dag van de window het geval. Ja, I'm Anthony. I'm 19 jaar oud en I'm player of Utrecht. Daar zijn we ontzettend blij mee. En een jongen die we al heel lang volgen. En die bij de nationale Belgische ploegen eigenlijk altijd opviel door zijn scorend vermogen. En dat is altijd fijn om toe te voegen aan de selectie. It's very nice for me. I think it's a good club. And I think it's better for me to play in Utrecht. So I play 5 years to Anderlecht. After I played 3 years to Charleroi, and after it's now. Victor, hoe is het om hier te zijn? Ja, top. Ik ben echt super blij om hier te zijn. En ja, kan ik wachten om te beginnen? Nou, hij heeft bij een hele grote club in Noorwegen gespeeld, bij Rosenborg. Dus daar heeft hij al het afgelopen seizoen al 30 wedstrijden gespeeld. Dus ja, ik denk dat je wel mag stellen dat het een serieuze concurrent is voor de spelers die we nu hebben. Nu kun je inderdaad op het middenveld spelen, maar ook aan de buitenkant, hè? Ja, ik ben eigenlijk meestal een middenvelder. Een soort van box-to-box spelen. Spelen liefst op 8 of op 10. Maar ik kan ook van de buitenkant naar binnen gaan. En zo veel verschillende posities, ja. Wij hebben hem kunnen overtuigen met onze ambities en de manier van spelen. En het helpt natuurlijk ook dat wij nu een Deense trainer hebben. Heb je nog gesproken met Miguel? Ja, ik heb hem een paar keer gesproken. Die heeft zijn moedertaal goed kunnen gebruiken. Ja, klinkt heel goed. En het is gewoon een goede team die de bal wil hebben, dominant willen zijn. Ja, dat vind ik super. Complimenten voor je Nederlands. Dankjewel. Ja, het is een beetje geleden sinds ik laatst heeft gesproken. Maar ja, gaat wel. Nee, heel goed. Kom op. Dankjewel. Dankjewel. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd van aankomende zaterdag. Utrecht om 8 uur in de eigen Galgenwaard tegen Sportclub Heerenveen. De Friese vinden we met 27 punten terug op de 8e positie van de Eredivisie. Utrecht met 3 punten meer op de 7e plek. Het ging op het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht de afgelopen dagen natuurlijk nog heel veel over dat spektakelstuk in Alkmaar. Ik was gisteren ook bij familie in België. Daar was het ook al een beetje, ja. Ik denk dat de Belgen ook die wedstrijd hebben gezien, denk ik. En ja, het is een beetje overal. Ja, hetzelfde. Ik krijg veel berichtjes. Op tv hebben ze het natuurlijk over. Het was ook gewoon een leuke wedstrijd. Ik denk met mooie goals ook. Dus dat niet echt dat er heel veel fouten waren of zo. Dus het was gewoon een goede wedstrijd, goede intensiteit. Met 2 teams die aanvallend wilden spelen. En ja, dan. Natuurlijk wil je geen 5 tegengoals krijgen. Dat is wel pijnlijk. Maar ja, zo denk AZ ook. Ja, heb je ooit in je loopbaan een wedstrijd gevoetbald waarin je 5 keer scoort, maar niet wint? Nee. Dat is de eerste keer in mijn leven, ja. Nick Viergever zorgde tegen AZ voor de 3-3. En dat was zijn eerste doelpunt in dienst van FC Utrecht. Ja, was ook een tijdje geleden dat ik had gescoord. Dus, hoe lang? Ja, ik denk bij PSV was het de laatste, denk ik. Dus dat denk ik 2 jaar. Dus dat was heel leuk. Ook voor mijn kinderen, die vonden het ook leuk dat papa had gescoord. Dus
Nee, ja, scoren is gewoon het mooiste wat er is met voetbal. Dus ja, ook als verdediger, ja, tuurlijk. Als je dan ook 3-3 kan maken. Toch wel een belangrijk moment in de wedstrijd ook. Dat je 2-0 voorkomt. 3-2 is toch wat je, wel een tikje wat je krijgt. En dan nog de 3-3 maken voor rust. Dat ja, gaf een goed gevoel. Wat opvalt aan die doelpunten van FC Utrecht is het moment waarop ze gescoord worden. Want hoe kan het toch dat de Utrechters in 6 van de laatste 7 wedstrijden in het eerste kwartier al wisten te scoren? Ik denk, denk ook meer vanuit ja, dat we gewoon met het hele team gewoon gelijk druk zetten. Maakt niet uit tegen wie we spelen, maar gewoon druk heel hoog leggen. En ja, op het begin van de wedstrijd maken veel teams fouten. En dan, ja, wij stellen ze dit keer wel af. Het is wel met de spelopvatting te maken, denk ik. We willen veel energie in de wedstrijd leggen. En vanaf minuut 1 al. Dus dat, ja, dat kan wel dan zo uitvloeien in goals of kansen. En begin van het seizoen gingen ze net niet erin. En nu gaan ze wel erin. En dat is heel bepalend voor een wedstrijd. En dat wil nummer 7 FC Utrecht zaterdag ook voor elkaar krijgen. In de thuiswedstrijd tegen de nummer 8 van de Eredivisie, Heerenveen. Ja, wordt een spannende wedstrijd. Een belangrijke wedstrijd. Ik hoop dat er weer volle bakken zijn in het stadion. Net zoals de laatste keer dat de fans erachter staan. Ook bij AZ, uitvak goed bezet. Dat geeft toch een extra boost. En een fijn gevoel om in een galgenwaard met een volle bak fans erachter. En weer de strijd aan te gaan. Tot zover FC Utrecht TV voor deze week. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Dan op de donderdag 9 februari. Waarin we gaan toeleven naar het uitduel bij Vitesse. Maar hopelijk ook kunnen nagenieten van zowel de wedstrijd in de competitie thuis tegen Heerenveen. Maar ook zeker dat midweekse duel in de Toto KNVB-beker van de dinsdag op bezoek bij AZ. Dank voor het kijken en heel graag tot dan!